Herinnert u zich trouwens nog de viering na de beslissende penalty van Mats Sterkes voorbije woensdag? Voor wie we het geheugen nog even moeten opfrissen, let op de man links in beeld met een witte t-shirt. En aan zijn enthousiasme komt hij nogal grappig ten val. En dat heeft de supporters van de Palieters aan het denken gezet. Er is zelfs een heuse challenge ontstaan die viraal gaat op sociale media. Supporters, jeugdspelers, iedereen waagt zich aan de bijzondere pose. En er zijn heel wat originele plaatjes bij. En jawel, ook in Tubeke vanmiddag hebben ze ermee kennis kunnen maken. Ja, daar hebben we het laatste nog niet van gezien, dat is duidelijk.